dank u wel. Goedemiddag, dames en heren. Ik zit hier in een stoel. Normaal gesproken sta ik als ik spreek. Maar ik zou hier toch een beetje wiebelig staan misschien. Vanwege mijn langzamerhand hoge leeftijd. Dus vindt u goed dat ik zit? Ja? Ik vind het heel leuk om ten eerste om te merken dat het stadhuis open is op zo'n dag. In de laatste week van het jaar. Ik weet niet of het u vergaat zoals mij, maar het is een beetje weemoedig, zo'n laatste week. Ik denk over 4 dagen is alweer de laatste dag van het jaar. En dan denk je al gauw, wat is zo'n jaar weer voorbij gevlogen? Het lijkt wel of het steeds sneller gaat. En eigenlijk is dat ook zo. Want als je ouder wordt, dan is ieder jaar dat je erbij krijgt, is een kleiner percentage van wat je al hebt gehad. Als je een kind bent en van 4 naar 5 jaar gaat, dan krijg je er 25% bij van wat je al hebt meegemaakt. Maar als je op mijn leeftijd bent, dan is het maar iets meer dan 1% van wat ik al heb meegemaakt. En dat zal denk ik wel tot gevolg hebben dat je denkt dat het steeds sneller gaat. Maar misschien denk je het ook wel omdat de gebeurtenissen zich steeds sneller opvolgen. Er is zo'n tempoversnelling in het leven. En ik zeg dat niet alleen omdat ik een oude man ben intussen. Dat kun je gewoon objectief vaststellen. Zullen we even in grote stappen door de geschiedenis gaan? De aarde is ongeveer 4,5 miljard jaar oud. Dat is een hele poos. En er zijn dan ook heel veel veranderingen opgetreden. Dat kwam door vulkanische uitbarstingen. Dat kwam door aardbevingen. Dat kwam door zonneactiviteit, door meteorietinslagen, wat niet al. Hele grote veranderingen, er is bijvoorbeeld een hele Atlantische Oceaan bijgekomen. Vroeger zaten Noord- en Zuid-Amerika en Europa, Afrika in elkaar. Dat kun je nog zien aan de vorm. Is een hele Atlantische, dat is nogal wat. Maar daar was ook heel veel tijd voor ter beschikking. De veranderingen gebeurden in miljoenen jaren soms, of in zijn honderden miljoenen jaren in het algemeen. 65 miljoen jaar geleden, zeggen de geologen, was de CO2-concentratie in de lucht net zo hoog als nu. Zo lang geleden. En toen was de temperatuur 5 graden hoger dan nu. Maar niet meteen. Dat kost tijd. En dat heeft tientallen jaren geduurd. Als we niet uitkijken, gaat dat nu ook gebeuren met die nasleep van tientallen jaren. Als ik die 4,5 miljard jaar projecteer op een uur, dan is de mens verschenen in de laatste seconde van dat uur. En dat was toen nog heel erg primitief. Als ik kijk naar mensen met een cultuur, de Neandertalers die in deze streek woonden, tienduizenden jaren hebben die hier gewoond, en die hadden een kleding. Die hadden een cultuur, die hadden taal. Die vertelden elkaar ongetwijfeld verhalen. We weten er zo weinig van. Waarom? Omdat ze nog niet konden schrijven en lezen. Dat is pas ongeveer 5000 jaar geleden zo kort dat mensheid kan lezen en schrijven. En al tienduizenden jaren dus leefden mensen daarvoor met een cultuur. We noemen het de prehistorie. We weten er bijna niks van. Want pas toen mensen leerden schrijven en lezen, toen kwam er continuïteit in de mensheid. Toen kon men leren van wat vroegere mensen hadden bedacht. En toen ging het snel. Ongeveer 2000 jaar later, slechts 2000 jaar later, waren er al in Egypte wiskundigen die heel knap waren. Er waren astronomen in Griekenland die heel knap waren. Er waren al steden, er waren strijdwagens, er was Homerus, er was het Oude Testament, er was Thucydides. Het ging ontzettend hard. Maar de wetenschap die deed het anders dan nu. De wetenschap die baseerde zich op logisch denken, op filosofie, maar niet op de waarneming, althans niet veel. Vanuit een waarneming werden wel wat conclusies getrokken, maar niet veel en vooral door de eigen gedachten van de mensen. Nee, het is pas 400 jaar geleden, zo kort, ongeveer 400 jaar geleden, dat wetenschappers als Galilei en Copernicus en Newton en Christian Huygens in Nederland, dat die zeiden, nee, dat moet niet zo. Meten is weten. Niet wat je denkt is waar,
Maar wat je meet is waar. En toen is het in een adembenemend tempo is het allemaal veranderd. Toen is de elektriciteit ontdekt en toegepast. Toen is de stoommachine uitgevonden. Toen zijn er treinen gekomen. Steeds snellere verandering. En in de laatste 100 jaar is het helemaal ongelooflijk zo snel als de dingen veranderen. Weet u, toen ik een kind was, dat was zo in de Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en iets daarvoor ook, toen leerde ik op school telefoneren. Kun je je dat nog voorstellen? Dan moest ik leren, zo'n toestel aan de muur, en dan moet je aan zo'n schijf draaien en dan kun je iemand aan de telefoon krijgen. Maar bijna niemand had telefoon, dus als je dan wilde bellen, ging je naar het postkantoor. Alleen de zeer ouderen hier zullen zich dat nog herinneren. En dan kon je daar opbellen naar iemand die telefoon had. Dat heb ik dus nog meegemaakt. En in mijn tijd is er zoveel veranderd. We hebben televisie gekregen. We hebben transatlantische vluchten gekregen. We zijn naar de maan gereisd. We hebben internet ontwikkeld. We hebben getweet en getwitterd en ontzettend. Iedere keer gaat het sneller. En wij moeten dat en kunnen dat blijkbaar toch ook meemaken. Ik voorspel u, ik zal het wellicht niet meemaken, maar over 15 jaar of zo, dan is de ouderenzorg, wordt verzorgd door robots. Die zeggen dan ook hartelijke dingen tegen de mensen. Daar zijn ze allemaal voor geprogrammeerd. Voor een groot deel zal dat zo zijn. En dan zullen er vrachtauto's door Europa rijden zonder chauffeur. Dat is dan natuurlijk al lang ontwikkeld. En nog allerlei veranderingen waar ik nog helemaal geen oog op heb, die zullen er allemaal zijn. En wij moeten dat allemaal meemaken. En we moeten er ons aan aanpassen. En we moeten er mee omgaan. Het is ook in een hele korte tijd dat we als mensheid de aarde zijn gaan verwoesten. Weet u, de industrie die loosde zijn afval in de bodem, in het water en in de lucht, ongebreideld tot en met de Tweede Wereldoorlog. Het is pas in de 50er jaren van de vorige eeuw, zo kort geleden, dat dat een zo groot effect kreeg dat men zei, ho, dat kan zo niet langer. Natuurlijk, de mensheid die had wel invloed lokaal, heeft ook wel diersoorten uitgeroeid lokaal, maar niet op mondiale schaal. Dat is pas 70 jaar aan de gang. Het is pas in de 50er jaren dat er wetten kwamen op de bodemverontreiniging, de luchtverontreiniging en de waterverontreiniging. Zo kort geleden. Nog veel korter geleden, in 1972, verscheen het rapport van de Club van Rome. Misschien weten sommigen van u dat nog. Grenzen aan de groei heette dat. En dat rapport zei, mensen, denk eraan. Het lijkt wel of alles oneindig aanwezig is, koper en kwik en magnesium enzovoort, maar dat is niet zo. De hoeveelheid is eindig. Dus stop het niet in afvalbergen en stop het niet op de oceaanbodem, maar win het terug als je het gebruikt. Een circulaire economie. Daar werd een beetje om gelachen. Men zei, ach kom, er is zoveel koper en zoveel kwik, dat valt wel mee. Nou, het was niet zo. Er zijn nu allerlei evaluaties van dat rapport van de Club van Rome, waaruit blijkt dat ze helemaal gelijk kregen, behalve daar waar beleid was gevoerd. Op het gebied van kwik bijvoorbeeld, is gezegd, denk eraan, het is ook slecht voor je gezondheid, dus zuinig aan, terugwinnen, en dan gaat het natuurlijk niet op. Als je het terugwint, dan doe je wat die Club van Rome aanraadde. En het is pas in de 80er jaren, zo kort geleden van de vorige eeuw, dat het rapport van mevrouw Brundtland kwam. Weet u nog? En die introduceerde het begrip duurzaamheid. En die zei, je moet duurzaam handelen. Daar kun je allerlei definities voor geven. Maar ik vind de simpelste, laat de wereld niet slechter achter dan je hem hebt aangetroffen. En dat is eigenlijk heel lang makkelijk geweest. We lieten hem beter achter. Meer ontgonnen landbouwgrond, mooiere fabrieken, betere geneesmiddelen enzovoort. Maar langzamerhand is dat niet meer zo. Langzamerhand is de schaal waarop wij met de aarde omgaan zo groot geworden en zo snel en met de technologie zo intens dat we dat niet meer doen. De aarde beter achterlaten voor onze kinderen dan we hem hebben aangetroffen.
Pas in de 90er jaren, dat is dus pas een jaar of 20, 30 geleden, dacht men, hé, de temperatuur op aarde lijkt wel te stijgen. Heel weinig hoor, 1/10 graad. Zei, hé, hoe zou dat komen? En toen hebben de Verenigde Naties, die hebben een commissie ingesteld, het zogenaamde IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. 1000 of meer wetenschappers vanuit de hele wereld onderzoek of het waar is dat de temperatuur stijgt en hoe dat komt. Die club die was heel erg voorzichtig. Die zei aan het eind van de 90er jaren, het zou wel eens kunnen zijn dat het mede komt omdat wij zoveel kolen, olie en gas verbranden. Dan hoef je eigenlijk niet zo'n groot wetenschapper te zijn om te snappen dat daar best eens iets aan de hand kon zijn. Want die kolen, olie en gas, die zijn in honderden miljoenen jaren langzaam gevormd. Zonne-energie, die werd omgezet in kolen, olie en gas. Honderden miljoenen jaren en we zijn ze aan het verbranden in honderden jaren. Dat is dus miljoen keer zo snel als dat ze gevormd zijn. Dat je daarmee evenwichten verstoort is toch eigenlijk niet zo moeilijk te snappen. Maar goed, de wetenschappers die zeiden het met grote twijfel, het zou wel eens kunnen zijn. En in 2007 zeiden ze het met meer zekerheid. Zo zeiden ze, het is behoorlijk waarschijnlijk dat het komt door het menselijk handelen. En in 2014 zeiden ze, we weten het eigenlijk zeker. Dat het vooral komt door al ons verbranden van kolen, olie en gas. Dus hou daarmee op. Dat is natuurlijk helemaal niet eenvoudig om daarmee op te houden. Want hoe moet je dat doen als onze hele samenleving daarop gebaseerd is feitelijk? En toch zal het moeten. Ik ben natuurkundige van huis uit. Ik heb wiskunde natuurkunde gestudeerd. Ik ben mijn loopbaan begonnen met 13 jaar kernfusie. Dat is energieonderzoek. Dus ik weet er iets van. En ik verzeker u, het is te doen. En waarom is het te doen? Laten we even kijken naar een oerwoud. Een oerwoud. Er zijn miljarden processen, iedere seconde, er gebeurt zo ontzettend veel. En alles gebeurt in kringlopen. Het is één grote kringloop-economie. Water verdampt en het regent weer neer. Organen sterven en hun elementen worden weer opgenomen in andere organen. Eén grote kringloop, alles wordt hergebruikt. Er is helemaal niets van buiten nodig. Als je kijkt naar een beekje dat daaruit stroomt, dan vind je daar geen afvalstoffen in. En geen voedingsstoffen. Het is helemaal in zichzelf besloten. Op één ding na. Op één ding na. En dat is energie. Er moet energie bij. En dan zult u misschien zeggen, maar energie gaat toch ook nooit verloren? Eerste hoofdwet van de thermodynamica. Ook energie gaat niet verloren. Waarom kan dat dan niet in de kringloop? Wel, dat is omdat er nog een tweede hoofdwet van de thermodynamica is. En die zegt, als je één vorm van energie omzet in een andere, bijvoorbeeld beweging in elektriciteit, maar welke verandering dan ook, komt altijd warmte bij vrij. En die warmte, die verdwijnt voor een deel het heelal in. En dus raakt op. Maar wat is nou het mooie van deze hele schepping? Dat enige wat je nodig hebt, dat komt van buiten, van de zon. En dat oerwoud kan prima functioneren omdat iedere dag de zon schijnt. En dat geldt voor alles wat leeft. Voor ieder hagedisje, lieve heersbeestje, bacterie, samenleving, menselijke samenleving, oerwoud. Het kan functioneren als er maar van buiten energie bij komt en de zon levert dat. Levert de zon genoeg? Nou, van al die zonne-energie die op aarde schijnt, gaat 98% woest, zo weer het heelal in. Dus je hoeft maar een procentje te pakken. Ik denk het vaak als ik in de auto zit, 's nachts, laten we zeggen, in de buurt van Schiphol, Amsterdam. En dan zie je al die lichtjes branden. Dan denk je, oeh, wat zal dat een elektriciteit kosten? En dan gaat de volgende morgen gaat het grote licht op. En dan zie je, het is niks. Je ziet ze niet meer, ook al zijn ze nog aan. Er is zoveel meer van die zon. Dus je hoeft maar een procentje van die zon om te zetten in elektriciteit en je hoeft er niet meer zuinig mee te zijn. Er is overvloed. En dus zeg ik, het probleem is natuurlijk oplosbaar.
Het is oplosbaar, want wij kunnen het natuurlijk. We kunnen toch alles. Kunnen we dan niet die zonne-energie omzetten in elektriciteit? Natuurlijk kunnen we dat. Kijk naar een woestijn, kijk naar de Sahara. Er schijnt die zon met een enorme intensiteit op. Nou, er zijn technieken. Dan laat je spiegels de hele dag meedraaien met die zon. En concentreert die zonnestralen op een buis met olie. Concentrating solar power heet dat. Nou, u weet het van een brandglas nog wel, hè? Een brandglas even op je hand, nou, je trekt hem gauw terug. Het wordt zo ontzettend heet. Dus die buisolie wordt 800 graden of zo. En daar maak je dan heel makkelijk met een stoomgenerator elektriciteit van. En berekeningen zeggen, als je dat doet met een rendement van ongeveer 15%, dan zou je met 1/3 van de Sahara, als je die volzette met spiegels, de hele wereld van energie kunnen voorzien. Duurzame energie. En dus niks temperatuurstijging. Nou, er zijn zoveel woestijnen in de wereld. Ik noem maar zo zijn zoveel andere methoden. We moeten alleen willen. Want ik heb bij die toespraak waar net aan werd gerefereerd gezegd, jongens, we kunnen toch, technisch kunnen we toch alles bijna. Dacht je dat we dit niet zouden kunnen? Simpel. Is het economisch probleem, ook dat blijkt ontzettend mee te vallen. Wordt helemaal niet hard in welvaart terug. Want dat geeft zoveel werkgelegenheid, nieuwe innovatie, nieuwe werkgelegenheid. Nee, het probleem is politiek en maatschappelijk. We moeten het willen. We moeten het willen. En we moeten tegen belangen die gevestigd zijn in durven gaan enzovoort. Dus ik zeg u, ik ben daar optimistisch over. Vandaag beginnen en we kunnen het prima redden, zodat onze kinderen en kleinkinderen een net zo mooie wereld hebben als wij. Maar die technologie, die doet nog iets anders. Die technologie, die maakt ook, ik vind hem prachtig hoor, prachtig die technologie. Ik ben er zelf, kom eruit voort. Maar hij doet nog wat anders. Hij maakt dat we elkaar veel minder nodig hebben dan vroeger. Vroeger, als je een kopje, je had even geen melk, dan ging je naar de buurvrouw, heb je een kopje melk. Nu niet. We hebben een koelkast en een ijskast, en dat hebben we allemaal. Amusement. Hoeveel kanalen? 100 of zo? Op de televisie? Netflix? Je hoeft het huis helemaal niet uit om je te amuseren. Je hebt het allemaal in huis. Heeft je kind rode pukkels? Vroeger ging je even informeren. Jongens, heerst er iets? Nu 112, een gezondheidsdienst. We hebben elkaar niet meer nodig. Dat maakt de technologie. We moeten ons denk ik dus afvragen. Willen we dat de technologie maakt dat we elkaar niet meer nodig hebben, terwijl we elkaar wel nodig hebben? Er is een Amerikaanse socioloog, die heet Robert Putnam. En die heeft een boek geschreven, dat heet Bowling Alone. Op je eentje op de kegelbaan. En hij schrijft dat het sociologisch onderzoek in Amerika, maar het zal hier ook wel gelden. Daar blijkt uit dat mensen die niet bij een groep horen, bij een politieke partij of een vakbond of een sportvereniging of wat dan ook, die niet ergens bij horen, die hebben een 2 keer zo grote kans om volgend jaar dood te gaan als mensen die wel ergens bij horen. We zijn geen rasindividualisten. Ja, een enkeling wel, maar de meeste van ons, we spreken toch van een samenleving. We hebben elkaar nodig, we moeten bij elkaar zijn. En het blijkt ook uit allerlei onderzoek dat daar waar men elkaar vertrouwt, alles beter gaat. De productie is beter, mensen zijn gelukkiger, alles gaat beter. En je ziet het ook in een fabriek of in een school, als er een afdeling is waar wantrouwen heerst, dan gaat eigenlijk alles slechter. Er zijn mensen die bij elkaar horen, die elkaar willen vertrouwen en daarin gelukkig zijn als we dat doen. De technologie is fantastisch. Hij heeft ons zoveel comfort gebracht. Hij heeft ook gemaakt dat de jeugd twittert en appt en gamet en weet ik wat allemaal en minder leest. Dat vind ik jammer. Dat vindt de overheid denk ik ook jammer. Maar daar kan de overheid niet zoveel aan doen. Dat zijn maatschappelijke ontwikkelingen. Maar als de overheid dan ook de verplichte literatuurlijst gaat afschaffen op scholen, ja, dan gaat de politiek faciliteren dat de technieken dicteert. En dat vind ik dat de politiek niet moet doen. Ik kan lang niet alles beïnvloeden hoor. En veel politici zeggen we moeten de normen en waarden in de samenleving bewaken. Nou, daar kan de politiek niet zoveel mee, behalve zelf alles goed doen. Zelf integer zijn. Zelf zich aan de wet houden enzovoort. Maar
samenleving ontwikkelt zich ook zelfstandig. Maar we moeten toch oppassen dat we de techniek die ons zoveel moois brengt niet ook laten dicteren dat we niet meer gelukkig zijn. Dat mensen vereenzamen achter hun automatisch open en dichtgaande deuren. Dat moet je niet willen. En daarvoor zijn wij er allemaal zelf. Daar heb je de politiek helemaal niet voor nodig. Daar kun je voor met elkaar leven en wonen. Het is bijna 1 januari. En dat is een tijd om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. En een gelukkig 2017. En ik hoop dat we in 2017... dat wat toch de essentiële wens van Kerstmis is, vrede op aarde, dat we dat dichterbij kunnen brengen. En ik wens u toe dat in 2017 u gestalte kunt geven aan hoe onze maatschappij heet, namelijk een samenleving. Dat we samen kunnen leven, samenwerken aan een betere aarde, voor onszelf nu en voor onze kinderen vooral. Onze kinderen hebben er recht op. Dat we alles doen wat we kunnen om te zorgen dat de wereld voor hen goed is. Dus ik wens u allemaal in die zin een gelukkig 2017.